Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 56 hier in Engeland. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven het i'tje, klik erop en zal die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Vorige wedstrijd verliep ons heel erg goed. Liepen flink uit op Verstappen die punten liet liggen. Wonnen daar de sprint, pakten de snelste raceronde in de hoofdrace en wonnen ook de hoofdrace. Dus pakten gewoon de volledige score, wat gewoon hartstikke goed is. Nu is het tijd voor de sponsor renewal om dat even te doorstaan. We gaan dus denk ik ook deze sponsoren verlengen. En ja, volg me niet op de sociale media. Zou ik dat zeker weten even doen. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Ik kan me gewoon volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Nou, sponsor dus weer op de auto gezet. Omdat we ze hebben verlengd. Nog steeds het snelste team. Maar McLaren komt gewoon dichterbij. Wat logisch is. Wij kunnen helaas niks meer updaten. En kopen op de auto. Dat is jammer. Maar goed, nu is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Motorcomponenten hebben het wel zwaar. Hopelijk dat ze deze race nog mee kunnen gaan. En dat kunnen we ze gaan vervangen in de volgende wedstrijd. We gaan dus een eerste tijd noteren, hoop ik. Auto is snel. Benieuwd ook waar Verstappen zou gaan eindigen. Want een mooie battle in Oostenrijk. En komen aan bij het einde van mijn hopelijk laatste ronde in Q1. En dat is de snelste tijd, jazeker. Prima ronde. Door naar Q2. Gaan we gewoon proberen om ook het met één ronde te kunnen doen. En dat we in Q3 dan bijvoorbeeld twee setjes banden kunnen gaan gebruiken. Voor misschien wel de pole position. Mackets en Beckets hebben we dus gehad. DRS geopend alweer. En dan zometeen richting start-finish rijden. Helaas daar net wat te wijd bij. Geen idee hoe die bocht heet. Ach ja. Wat curbstones gepakt. Daardoor is deze rondetijd niet zo lekker. Een tweede tijd. En dat betekent dat ik het niet vertrouw. En toch nog een ronde ga doen in Q2. Het kan zomaar zijn dat de rest allemaal sneller is dan mij. En dan, ben ik gewoon de pineut, de Sjaak. Dan starten we helaas dan op een P11, denk ik. Dus daarom dat we er nog een keer uitgaan om door te kunnen komen naar Q3. Kom aan bij het einde van Q2 met rood bij de Delta. Dat maken we hier dan weer goed, jazeker. En dat is de snelste tijd. Goed gedaan. Prima ronde van ons. Op naar het laatste kwalificatiedeel. En dan zijn we dus ook aanbeland bij Q3. Of wij naar de pole position gaan. Ik hoop ook dat we dat kunnen gaan doen. Ik ben ook benieuwd waar Verstappen gaat eindigen. Dat is onze directe rivaal in het kampioenschap. Laatste paar bochten verliepen niet zo goed. Konden beter. Komen we aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q3. Want we gaan gewoon naar buiten voor een tweede ronde. Omdat het begin van deze ronde niet goed was.
En dan komen wij tot een vierde tijd. Een P4 op dit moment maakt daar maar een vijfde tijd van, want Russell is voorlopig naar pole position gegaan. Kom aan, bij het einde van Q3 met nog ongeveer 50 seconden op de klok. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Flink moment overstuur op de exit. Russell nog altijd naar pole position. En wij zijn hier groen bij de Delta. Kom aan bij het einde van Q3 met paars in sector 2. Zijn gewoon een seconde sneller dan onze eigen tijd. Dat is inmiddels een P6 geworden. Laat een paar bochten lopen niet zo lekker. En die seconden zijn nu 17e. Maar is dat goed voor pole position? Dat is goed voor pole position. Jazeker. Toch nog een prima rondje neergezet hier in Oost. In Engeland. Excuses. In Engeland. Zijn sneller dan thuisheld George Russell. Is het op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. We meet again at Silverstone for one of the great Formula One races of the entire calendar. With a barely believable capacity crowd creating a phenomenal atmosphere. It is time for a race that puts a smile on your face. It is time for the British Grand Prix. Let's have a look at the circuit. 18 corners, 3.6 miles. The DRS detection zones are at Village and Maggots, that's turn 3 and turn 11. Cops corner, turn 9 is taken as near to flat out as you dare. It is a test of the driver's bravery out there. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Verstappen, Leclerc, Hauger, Drugovic, Norris, Richard Vachon, Perez, Gasly, Teo Pourchaire, Tsunoda, Albon, Liam Lawson, Sargeant, Sainz, Magnussen, Joe, Bottas, De Vries. Lance Stroll brings the grid to a close. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, we moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze race. Kijken of we dat dus kunnen gaan doen. We trekken dus volgens mij vanaf pole position. En ik ben ook zeer benieuwd wat Verstappen kan gaan doen. Kan hij zichzelf terugknokken in deze race? Of lopen wij alleen maar verder uit van onze teamgenoot? Strategie hier is hard medium. Dat gaan we even omdraaien naar soft medium. Wil zo goed mogelijk wegkomen bij de grid als de lampen uitgaan. En nemen ook wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Max is op P4 op die harde band. Russell ook op die harde band. Dus de strategie is hier nogal verschillend. Wij starten in ieder geval op de zachte band. Zou ons dat voordeel moeten geven in de openingsfase van de race. Maar naarmate die zachte band verslijt, komt die harde band tot leven. En dan zou Russell de snellere auto moeten hebben. Goed, maar eerst de gridpositie. Jazeker, komen prima in onze positie terecht. Staan een beetje naar de rechterkant toe om Russell te blokken. En dan is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aangekomen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grootprijs van Engeland. Aflevering nummer 56 gaat beginnen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen gewoon goed weg. Zeker. En Russell heeft al gelijk Oscar Piastri naast zich. En Piastri pakt P2 af van de Brit. Wij rijden aan de leiding, maar Piastri gaat voor meer. Hier aan de buitenkant kan er niet langs. En wij hebben wat last van de ICE volgens mij. Geeft wat issues.
maar wij behouden de leiding. In diezelfde ronde rijdt Piastri weer naar ons toe. En kijkt hier naar de binnenkant van die bocht. Is er nog niet voorbij. Zometeen hier op het rechterstuk kan hij wel echt een aanval doen. Wij hebben een overtake tot onze beschikking. Piastri kijkt hier naar de buitenkant. Hij kan er niet langs. We gaan een beetje wijd. Piastri hier weer aan de buitenkant. Zit goed voor deze knik. Maar wij raken de Australiër. Russell profiteert daarvan. En wij krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren van Piastri. Maar een leuke openingsronde in de Grote Prijs van Engeland. Terwijl wij even ook de startraceronde hebben genoteerd. En diezelfde Piastri komt terug in ronde nummer 3. Jazeker, en pakt de leiding af van ons. En wij moeten dus nu bijblijven. Want hebben hier gelukkig DRS van de Australiër. Met de overtake en de slipstream zouden we er eenvoudig langs kunnen gaan. Piastri verdedigt nog een beetje, maar is helemaal kansloos. We gaan hem wel een beetje te wijd. En Piastri pakt ons weer terug. Hetzelfde geldt voor Russell. Maar hier laat remmen en zo pakken wij 2 auto's in 1. Jazeker. Flink momenten overstuur omdat die zachte banden er wel aangaan. In nu de 4e ronde van de race. Nog 14 rondes te gaan in de wedstrijd. Geen idee waar Verstappen rijdt. Is volgens mij wel helemaal teruggezakt. Piastri hier aan de binnenkant lukt niet. Wou het daar wel proberen. En hier is hij gewoon kansloos, want komt gewoon tekort. Dan is het ronde nummer 5. Oscar Piastri hier aan de binnenkant. Is er nog niet voorbij, gaan er wel een beetje wijd. Carlos Sainz noteert de snelste raceronde. Houden hier die binnenste lijn, jazeker. Mooie strijd voor de leiding in de race. En hebben gelukkig overtake tot onze beschikking. Dat is goed om te zien. Nog 13 rondes te gaan in de race. Russell, Leclerc en Felipe Drugovic rijden allemaal op de harde band. Volgens mij bestaat het veld alleen maar uit zachte banden en harde banden. Geen mediums, volgens mij. Dat is heel opvallend. Wat kan Piastri hier doen? Aan de binnenkant en is er weer voorbij. Dan is de vraag, heb ik dus nu DRS? Jazeker, ik heb DRS. En kunnen weer terug aanvallen bij de Australiër. In de slipstream. Met de DRS. Met de overtake naar de binnenkant. En zo pakken wij de leiding weer terug. Nou, Piastri komt daar wel achterlangs terug. Had ik niet verwacht. Hebben elkaar er ook een beetje geraakt. En hier, ja, deed ik een aanval. Remde ik heel diep. En zo pakte ik er weer P1 af. Ronde nummer 7 als de banden er aangaan. Op Piastri nog niet hier aan de binnenkant en is er voorbij. Wat kan George Russell zometeen doen bij ons? Dat is de vraag, maar we rijden weer naar Piastri toe. Met de DRS, met de overtake, kunnen we weer een aanval gaan doen aan die binnenkant. Jazeker, en zijn er weer voorbij. Piastri wel hier terug aanvallend, niet verwacht, heel onverwacht van ons. En moet daar even oppassen, anders had hij ons daar geraakt. Piastri daar een foutje en Russell profiteert ervan. De Brit is naar P2 en de pitwindow is geopend. Om naar de mediumband te duiken. Zitten we in de 8e ronde van de race. Als dit keer Russell een aanval doet bij ons, kan daar niet voorbij. Maar heeft hier de DRS. Aan de buitenkant. Beetje wielen in elkaar haken en Russell pak de leiding af. En ik ga naar binnen duiken voor de undercut op de Brit. Maar dan gaat Russell naar binnen en bedenk ik me pas echt op het allerlaatste moment van, ja, misschien kunnen we de overcut proberen. Terwijl het daar even geel is in sector 3. Er is geel in sector 3. Wat is daar gebeurd? Geen idee.
maar dat brengt er 70 car op. En Russell is denk ik de Sjaak. George Russell is de Sjaak, zit wel nu in de pitlane, dus heeft daar geen last van. Maar nu kunnen wij een beetje spelen met de Delta. En als het goed is, komen wij voor de Brit weer de baan op. Het wordt denk ik heel erg close tussen ons tweeën. En Verstappen duikt mee. Gaat denk ik die harde band dumpen voor de mediums. Wij gaan van soft naar mediums. Dus Max zal wel ver terugvallen omdat hij moet wachten op andere auto's en ook op ons. En een prima pitstop, 2,3 seconden. Dat zou goed genoeg moeten zijn om voor Russell weer voor de baan te komen. Hij komt nu bij start-finish en mag nu pas vol gas. Uitkomen pitlane voor ons. Russell zometeen aan die binnenkant. Maar wij komen mooi voor de Brit weer de baan op. De overcut heeft zijn ding gedaan. Dankzij de safety car. Jazeker. En met nog 8 rondes te gaan moeten wij dit gewoon volhouden. Felipe Drugovic naar P3. Pakt Oscar Piastri voor het laatste podium. Dus achter de safety car blijven, zegt Mark Priestley. En dan duikt denk ik de safety car naar binnen in de 11e ronde van de race. En dan gaan we met nog 7 rondes te gaan het tempo bepalen in deze grote prijs. Verstappen is helemaal teruggezakt. Geen idee waar hij rijdt. Zou betekenen dat onze voorsprong nog groter wordt, mochten wij ook de snelste raceronde punt pakken. We doen het hier in ieder geval heel rustig aan. Wachten totdat de safety car naar binnen is gedoken. Die is nu in pitlane. En wij gaan een beetje spelen met Russell. Om hem misschien te foppen. En hier gaan we op ons gas. Met gelijk overtake erin geramd. En pak al een paar tienden op door Russell. Groene vlag wordt gezwaaid. Kunnen we weer verder racen in ronde nummer 12. Nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. Zitten we in ronde nummer 13, een ronde later. Als Russell weer naar ons is toegereden. En hebben wat last van de curbstone. Russell keek daar even naar de binnenkant. Mocht niet zo zijn en DRS is ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor Felipe Drugovic hier. Bij de Mercedesen die met elkaar knokken voor P2. En Felipe Drugovic pakt P2 af van George Russell. Thuisheld nu doorverwezen naar P3. Wij dus nog altijd aan de leiding met de snelste raceronde in handen. En moeten hopelijk nu wegrijden van die twee zwarte auto's. Geen idee waar Max Verstappen rijdt trouwens. Horen we denk ik vanzelf wel mocht de uitslag binnen zijn. Felipe Drugovic kan bijblijven bij ons. Kan zometeen aanvallen bij ons. Kijkt hij naar de binnenkant bij ons. En is er voorbij. Nog niet. Ik dacht even van wel, maar wij kunnen mooi terugkomen. Wielen daar wel een beetje geraakt met elkaar. En wij hebben ook gelukkig de DRS op onze beschikking. Dus kunnen hopelijk wat wegrijden van de Braziliaan. Zitten we in ronde nummer 15 van de race. Nog 3 rondes te gaan. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Russell hier heeft ons gepasseerd voor P1. Hebben zometeen wel de DRS en de overtake en de slipstream. Kunnen hier proberen aan te vallen bij hem. Aan de buitenkant. Als dat lukt. Dat lukt zeker. We gaan er wel een beetje wijd. Dus nu is Russell naar de buitenkant. En wij doen dit slim. Duwen de Brit daar een beetje wijd. Zodat Felipe Drugovic weer kan terugkomen. En hij rijdt op P2.
Dit in ronde nummer 16 van de race. Hier aan de binnenkant Filipe Drugovic net niet. Moet daar even oppassen, anders had hij ons geraakt. Maar het deed dat wel een beetje slim. Dit alweer in de laatste ronde van de race als Filipe Drugovic daar even bij kopscorner keek. Maar het mocht niet zo zijn. Nog een aantal bochten te gaan voor ons. Bij de Mercedesen nog altijd in gevecht voor de leiding. Hebben maar weinig ERS meer tot onze beschikking, zie ik. Wat kan de Braziliaan hier doen op dit rechterstuk? Kijkt naar de buitenkant. Is er voorbij. Pakt de leiding af. Proberen laten remmen en dat lukt. Pakken de leiding weer terug. Drugovic hier aan de buitenkant. En gaan een beetje te wijd. Schieten door. Drugovic hier aan die binnenkant. Het wordt nog close tussen ons tweeën. Maar wij winnen de grote prijs van Engeland. Met het als race rond het punt. Lopen weer uit op Verstappen na een zindere battle. Met de beide Mercedesen en is het op naar de volgende race. Here we are then, a fantastic British Grand Prix, and what a performance it was from our race winners today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben ik de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Engeland. Met het als race rond het punt. Goed gedaan, Max naar P7. Die is gewoon 20 punten op ons. En wij krijgen driver of the day. 1 uitvaller, Dennis Hauger. 48 punten verschil naar Verstappen. Dus ja, Max heeft een hele kluif. Ja, de kluif te wassen. Geen idee wat het spreekwoord is. Wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, ja, Max staat gewoon voor een onmogelijke taak. Want wij rijden gewoon dik aan de leiding in het klassement. We kunnen eigenlijk 2 weekenden gewoon met vakantie. En met 2 weekenden is het eigenlijk gewoon 2 races. Dan is Verstappen, zou dan nog in de buurt komen bij ons. Maar goed, we gaan gewoon lekker door met waar we mee bezig zijn. Het teamacclaim is ook gewoon goed. Van alle doelen de sponsoren behaald, $2,88 miljoen erbij. Ja, ze hebben Verstappen en ik schade gereden, 70.000 daarvan erbij. In totaal $26,48 miljoen. Het is al goed genoeg om Max te behouden voor volgende races. Want zijn contact loopt af. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ga je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse MyTeam Real Madrid content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet toch gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We hebben met meer Formule 1 content.